groei van de bevolking en de uitbreiding van de havenactiviteiten zorgt voor steeds meer verkeer over de smalle Willems- en Koningsbruggen. Het inzetten van de heen- en weer-stoomveerboten hielp niet voldoende. Daarom ontwierp de dienst gemeentewerken na een studiereis naar Amerika een tunnel. Na jarenlang gesteggel over de financiering kon men beginnen met de voorbereiding. Maar het uit 1914 stammende Noorse Zeemanskerkje stond in de weg. In plaats van het af te breken, koos men voor toen een bijzondere manier van verplaatsen. Het kerkje werd opgevijzeld en vanaf de hoek van het park bij de heuvel enkele honderden meters verder verrold naar de Westzeedijk. Op deze beelden wordt de kerk op zijn nieuwe plek weer met een bijzondere dienst in gebruik genomen. De bouw van de tunnel werd gegund aan een combinatie van 4 bouwbedrijven en de bouwtijd zou 4 jaar bedragen. Zo kon op 15 juni 1937 burgemeester Droogleven Fortuyn, samen met vele genodigden, het start zijn geven voor de bouw van de tunnel. En niet gehinderd door de regen haalde een dragline de eerste happengrond uit de bouwplaats. Daarbij was men zo optimistisch dat er al direct plannen gemaakt werden voor de feestelijke opening van de tunnel. En dat moest natuurlijk gebeuren door koningin Wilhelmina. En er zou gelijktijdig een grote wereldtentoonstelling georganiseerd worden op het land van Hoboken. Maar hoe anders zou het lopen?